Hey Robin, ik zie jouw auto hier staan. Ben je nou met de auto naar je eigen thuiskoers gekomen? Hoe zit dat nou weer? Ja, we zijn 2 weken geleden zijn we verhuisd. We hebben een huis gekocht in Vuren. Dus op dit moment is Meerkerk niet meer officieel mijn woonplaats. Zo dan. Dus dat betekent dat we nog maar één officiële thuisrenner hebben vandaag in koers. Ja, ik denk dat Jeroen het moet doen vandaag als thuiscoureur. En voor de rest hebben we natuurlijk wel wat omliggende favorieten. Zoals Marijn, Mike Vlietstra, ik. Dus ja. Maar eigenlijk jouw achtertuin ligt gewoon vlak aan de burgemeestersloplaan, toch? Ja, we zouden in eerste instantie ook eerst een appartement huren bij de Watertoren. Dus dan hadden we echt aan het parcours gewoond. Maar het blijft natuurlijk een thuiskoers. Hey, van het jaar heb je nog niet echt meegesprint voor de winst. Gaat er vandaag verandering in komen? Ja, ik denk dat we vandaag zou het inderdaad geen. Het wordt geen massasprint in ieder geval. Dat verwacht ik niet met deze wind. En sprint in een kleinere groep, dat ligt me gewoon een stuk beter. Dus daar gaan we vandaag wel voor. Ik zag lange tijd Wim Struutinga op de lijst staan, maar die, volgens mij is hij eraf gehaald. Dat betekent dat jij denk ik de man met de rapste benen bent bij jullie. Ja, eigenlijk net zoals de Anuwal het voor mij een thuiskoers is, voor heel veel jongens de Noord-Holland hun thuiskoers. Dus ook een hele sterke ploeg start morgen weer in Noord-Holland. En daar rijdt hij dan mag ik hier voor eigen kansen gaan. Oké, jij kent de dijken hier en de streek natuurlijk op je duimpje. De wind Noordoost, dat hebben we hier niet zo vaak. Nee. Wat betekent dat? Ja, ik verwacht gewoon net zoals andere jaren was Groot Amers ongeacht de wind ook altijd al een lastig punt voor het peloton. Nou, dat gaat nu weer gebeuren. En het maakt het nu een stuk lastiger dat we gelijk linksaf weer naar beneden gaan langs de Palingrokerij. En ik denk met de wind, smalle banen, dan richting Molenaarschaaf. Eerst smal, daarna over de provinciale wegen. Ja, dat gaat spektakel brengen met deze wind. Hoe vaak heb je het rondje gereden de afgelopen weken? Niet één keer. Nee, wel gedeeltelijk natuurlijk. Altijd, ik rijd altijd richting Giessenburg en Noordloos rijd ik altijd mijn rondjes. Maar ik ben nog niet in Molenaarschaaf geweest. Daar hebben we geen tijd voor gehad dit jaar. Oké, nou, er zit er misschien toch nog een beetje een verrassing in. Heb je je ploegmaat, die ga je brieven over de streek hier en over de tactiek? Of is dat allemaal al wel duidelijk met deze omstandigheden? Ja, iedereen wil vooraan staan en dat zou iedere ploeg op dit moment willen. Maar goed, het blijft wel dat het punt Groot Amers, daar moeten ze echt van voren zitten. Want als je dan op plek 50, 60 zit en het gaat in waaiers, dan ben je gewoon te laat. En tot die tijd is het toch altijd nerveus in het peloton en kan iedereen nog hard fietsen. En als het dan echt op een lint gaat, dan wordt het gevaarlijk. Ik denk dat dat voor het eerst in Groot Amers is. Hey, we gaan het niet doorvertellen aan die mannen natuurlijk, maar even een mogelijk scenario. Je komt met, laten we zeggen, Dylan van Baarle vooruit te zitten samen. Ga je dan met hem naar de streep rijden of moet hij dan toch echt uit je wiel? Nou, vorig jaar zat Rabobank in een overtalssituatie, zat ik met hun weg. En toen ben ik niet met ze doorgereden. Maar dat had wel de koers een stuk makkelijker gemaakt. Dus ook met een Dylan van Baarle, als je weg komt te zitten, moet je met hem weg blijven. En dat maakt de kans alleen maar groter. En dan moet je hem inderdaad in de sprint nog maar zien te winnen. Maar als je met zo'n klepper wegkomt, dan worden die kansen wel vergroot. Ja, oké. Okay. Hey, we zijn heel erg benieuwd naar hoe het gaat. Ik denk dat er hier een paar honderd man Robin staat te roepen zometeen bij de start en bij de plaatselijke rondes. Ik wens je heel veel succes. Ja, hartstikke bedankt. Dank je wel.